even doen. Wauw, jullie iets laten zien. Vandaag heb ik iemand heel speciaals op bezoek, namelijk mijn oude pony Robin Hood. Voor deze video verder gaat, is het misschien handig om aan mijn nieuwe volgers te vertellen wie Robin Hood is. Want ik kan me voorstellen dat je er misschien niet Robin Hood kent. Robin Hood, mijn oude pony, kochten wij aan toen ik 13 jaar was. En toen was Robin Hood 3,5. Wij kochten hele jonge ponies aan. Die ging ik dan vervolgens zelf samen met mama opleiden. Nou, dat is bij Robin Hood het geval geweest. Vanaf het eerste moment was er een connectie tussen ons en was ik verliefd op die pony. Nou, toen vanaf 3,5 jaar ben ik hem gaan opleiden. Een heel traject is er aan vooraf gegaan. En toen in 2018 reed ik mijn tweede EK bij de ponies met Robin Hood. En ik kan je zeggen, het EK dat ik toen reed was in Engeland. En met de dag van vandaag denk ik nog steeds dat dat een van mijn dikste crossen was die ik ooit heb gereden. Het stond op dat moment zo zwaar voor de ponies. Ik was zo zenuwachtig voor die grote, dikke technische hindernissen. En Robin Hood flikte het gewoon. En Robin Hood was op dat moment echt in topvorm, want hij kwam thuis en toen ging hij nog naar het NK springen. Dat kon hij ook goed. Toen ging hij weer naar het NK eventing, waar hij ook Nederlands kampioen is geworden. Dus een hele gave carrière gehad in de ponytijd. En ja, Robin Hood zat voor altijd heel diep in mijn hart. Dus ik vind het super vet dat Robin Hood in Nederland is en dat hij een nieuw baasje heeft en dat die bij mij komt cross trainen. Want dat is wel extra bijzonder. Mocht ik ooit een pony Chanel gereden. Nou, die is toen verkocht naar Ierland en die heb ik daarna nooit meer gezien. En ik moet je zeggen, die mis ik ongelooflijk erg, want dat was ook zo'n fantastische pony waar ik ook veel mee bereikt heb en ik zou hem heel graag nog eens een knuffel willen geven. Wellicht dat ik hem ooit in Ierland ga opzoeken. Als jullie dat willen, laat het dan in de comments weten. Maar dit was dus een klein beetje kort het verhaal van Robin Hood en mij. Het was liefde op het eerste gezicht. We hadden een super goede band en hebben daar heel veel gave resultaten uitgehaald. Helaas werd ik toen te groot voor de ponies, want anders was ik voor heel mijn leven pony blijven rijden. Maar helaas werd ik te lang en vandaar dat hij naar nieuwe eigenaar is gegaan. En vandaag is het nieuwe baasje van Robin Hood bij mij op bezoek. En daar gaan jullie nu naar kijken. Maar eerst ga ik jullie voorstellen aan de nieuwe eigenaar van Robin Hood, Maurie! Hallo, welkom bij ons thuis. Jij hebt Robin Hood nu. Ja. Hoe gaat het met hem? Goed. Ja? Ja. Oh, leuk. En hoeveel jaar ben jij? 12. En had jij al crosservaring voor Robin Hood? Nee. Dus Robin Hood heeft jou echt leren crossen? Ja. Cool. Nou, ik ben super benieuwd naar al je doelen. Daar gaan we straks naar vragen. Maar eerst wil ik Robin Hood heel graag knuffelen. Oh, hij wil ik dan. Kom, we gaan naar hem toe. Doe jij die twee daarover? Oh, ik ben zo benieuwd of hij me nog zou herkennen. Hey Robin Hood. Hey Robin Hoodje. Hey, wat heb jij mooi haster. Hey, hoe is het Robin Hood? Hoe is het? Zo'n ondeugend kopje. Ja. Heb je hier nog Robin Hood? Herken je het nog? Hij weet het echt allemaal niet. Oeh. Dat was jouw waai, hè, Robin Hood? Dat was jouw waai, hè? Ik krijg gewoon zo weer met mijn plastic. Oh, gek zo. Hij zit echt te kijken. Ben ik nou weer hier? Ben ik nou weer hier? Ik hoop echt dat hij het herkent. Ja, ik kijk het wel. Ja. Auw. Wauw, wauw, wauw. Goed zo. Mooie buitenteugel eraan houden. Linkerteugel stabiel. Rij maar volt als die een beetje kijkt. Goed je buitenteugel eraan houden. Goed zo. Oké, galoppeer je zo een keer aan. Mooi gaan zitten in het zadel. Achterover zitten. Wauw, super. Heel goed. Lekker galopperen. Zo weer een beetje het veld. Heel goed. Ritme houden. Super. Dat is braaf. Oké, doe. Juist, super. Okay. Mooi kijkje naar je boogje, dat doe je super. Wel mooie handstappen maken. Juist, dit is perfect, Maurie. Wauw, en weer rustig, rustig. En dan pak je de hartjes boven.
Super! You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. In de opperkrocht. Rug gedaan. Super wij. Stop, hè. Rug gedaan. Opa erbij. Robin en Mauri hebben net gecrossed. Voor jou was het je derde crosstraining. Ja. Hoe vond je het? Ik vond het superleuk en ik heb ook heel veel geleerd. Dat is leuk om te horen. En je deed al best wel moeilijke dingen, hè? Ja. Ja, echt knap. Robinoet nam je daar mee. Super mooi om te zien. En ik hoop dat jullie het heel ver gaan schoppen. Ja. Oké, ik heb vandaag een heel pakket van Sectolin ontvangen. En met al deze producten ga ik de komende tijd aan de slag. En dan zal ik jullie hier mijn feedback over geven. Dit is echt alles wat ik op dit moment weer hard nodig had, want het was weer op. Dus ik ben weer super blij met de wasproducten. De extra. Hi guys, ik ga zoiets aan jullie vertellen wat ik eigenlijk normaal nooit doe. Maar ik denk dat jullie het wel ja, misschien heel leuk vinden. Nou, zoals je misschien als je mij op Instagram of Facebook volgt, heb je kunnen zien dat ik een nieuwe kersttrui heb gelanceerd. Dit was echt al een idee van vorig jaar. Vorig jaar zijn we daar al mee begonnen met de ontwikkeling voor de kersttrui. Maar ik had gewoon een keer een foto gezien. Ik ga hem even opzoeken voor jullie. Ik ga jullie even meenemen het hele proces. Maar ik had dus een keer een kersttrui gezien. Ik zie gewoon soms wel eens dingen voorbij komen. Dan denk ik, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Zo deze foto van Galante. Ik zal hem weer in beeld zetten. Maar ja, dit was zo'n prachtige foto van Galante. En ik vind gewoon Galante is op dit moment het beste paard in de sport. Als één paard wel op zijn trui mag komen, vind ik dat Galante die wel verdient. Ondanks dat ik elk paard super leuk vind. Maar Galante werd de gelukkige. Nou, toen is het hele proces samen met Horka gedaan. Horka is niet alleen mijn sponsor, maar ook het bedrijf waarmee ik mijn merchandise maak. En ik ben Horka super dankbaar voor al de energie die ze erin gestopt hebben. Dit waren de eerste ontwerpen die eruit kwamen. Die komen nu in beeld. En ik heb gewoon een hele mail opgesteld van ik wil dat mijn logo's erin komen. Ik wil sterren, hoefwijzers, paarsjes. Ik heb gewoon precies gezegd wat ik wil, een soort print. En zo heb je toch het foute kersttrui idee, maar ook Galante die zo heel mooi uit de krans komt met de horses. Nou, dit is dus eigenlijk de eerste ontwerpen geweest. Nou, daar was ik super, super fan van. Uiteindelijk ben ik toen gegaan voor... Ik heb gekozen voor rechtsboven de achterkant van de trui. Omdat ik het heel tof vind dat daar mijn logo's goed in naar voren komen. Ik vind dat gewoon echt de foute kersttrui. Ik vind die gewoon achterkant gewoon super gaaf. En daarnaast heb ik voorkant met dan een iets duidelijker lettertype nog. En die vond ik gewoon het iets rustiger. Maar wel dat die tekst mooi naar voren komt en Galante. Dus eigenlijk is zo een samenstelling van twee kanten bij elkaar gebracht. Van die twee eigenlijk samen gaan koppelen. En daar kwam het volgende ontwerp uit. Dat is nu in beeld. En toen vond ik hem al super, super vet. Echt heel gaaf. Ze hebben echt het gewoon precies gedaan zoals het in mijn hoofd zat. Alleen ik miste nog iets. En dat was een klein beetje rood. Ik vond de trui best wel groen. Dus ik miste nog een beetje rood. En toen hebben we gekozen voor een rood kraagje, rode mouwtjes en een rode onderkant. Die foto komt nu ook in beeld. En dat gebeurd was, toen dacht ik, dit is hem. Let's go. Maar ja, dan heb je je ontwerp. Dan ben je nog lang niet klaar. Dan pas gaat het hele proces beginnen. Toen is er een sample aangevraagd. Die samples waren binnengekomen. Daar moest helaas nog wel wat verbeteren. Het op worden, omdat ik de kleur rood was te donker. Het meer lichter rood hebben. Dus dat is nog een verbetering geworden. Daarnaast is het stofje nog iets lekkerder geworden. Dat hij nu echt heel comfortabel zit. Nu leef ik echt in die trui. Het is nog ineens kerst. Maar nu zit hij super, super lekker. Het is van binnen is die helemaal geborsteld, noemen ze dat volgens mij. Ja, super zacht. Dus dat wilde ik dat het ook nog veranderde. En ja, toen kwam dus de tweede sample binnen. En toen was die helemaal af. En dit is dus eigenlijk het hele proces geweest. Een jaar geleden zijn we er al mee begonnen. We hebben er keihard aan gewerkt. En ik vind het resultaat zo vet. Ja, het hele proces super leuk geweest. Het was heel leerzaam. En op een gegeven moment komen dan de truien binnen. Dan heb je je voorraad. En dan gaat de vlog verder. Dus dan neem ik jullie weer mee. Oké, dus we hebben de kersttrui uit de verpakking gehaald. En draai eens een rondje. Kijk, ook een super... Wacht,
een super gaaf kaartje eraan met Follow Your Dreams. Deze zijn ook nieuw. Heel gaaf. Kusje voor Galante. Ik heb hem nu dus voor de allereerste keer aangetrokken. En het zit zo lekker. En vooral het kaartje vind ik ook super gaaf. Staat er op All About Christina Follow Your Dreams. Daar ben ik ook heel trots op. Ik heb een insight in de ontwikkeling. Maar dit is bijvoorbeeld de sample geweest. En ik vond dit bruin niet zo mooi. Ik vind dit veel frisser. Dus dat zijn bijvoorbeeld een van de laatste aanpassingen geweest tot deze tot stand is gekomen. We zijn hier echt al ruim een jaar mee bezig. En eindelijk is die af. Ik ben er nu echt super trots op. Het is echt een beetje mijn kindje. Want ik droomde ervan om zelf een kersttrui uit te brengen. En nu eindelijk is het zover. Dus ik heb zoveel zin om dit te gaan promoten. En vooral bij iedereen aan te zien. Dus heb je deze trui besteld? Tag me op Instagram. En dan ga ik het zeker delen. Super, super tof. Dit heb ik allemaal natuurlijk niet alleen gedaan. Samen met mijn partner Horka heb ik deze trui ontwikkeld. En ik ben Horka en het hele team Horka dat hier aan mee heeft gewerkt ook super dankbaar. Ik denk dat we samen iets heel vets hebben neergezet. Nou, vandaag hebben wij de shootdag voor de kersttruien. Kijk, ze lopen er allemaal al in stijl bij. Wij gaan nu de intratuin in bij de kerstboom. En daar gaan we leuke foto's maken voor op de webshop. Jongens, de concurrent, de concurrent. Deze zijn wel gaver, hè? Deze zijn wel leuk. Wij hebben even een tussendoor snack. Lekker! Nou, zojuist de fotoshoot gaat in de intratuin. Maar nu gaan we met Galante zelf, het model van de trui. We gaan kijken of hij ook in het echt, want de trui heeft een kerstkrans aan, of hij dat in het echt ook durft. Ja, goed hè? Super, ze kijkt er nog niet zo blij mee. Je bent echt een strijder als je dit doet. Wil je het doen voor mij, Kuk? Oh, jij vindt het niet leuk. Oké, als we deze aan, dan vind ik het misschien wel leuk. Kan je lekker bellen? Ja, dat vindt hij wel leuk. We gaan hem gewoon nog meer zien, want dan vindt hij vast heel mooi. Auw, nou word je mooi. Nou ben je zo mooi, Kuk. Dus al die chickies van je afslaan, hè. Ja. Om te maken met Kuk en om te zorgen dat hij niet alleen voor lul staat, doe ik ook een muts op. Ja, dan staan we samen. Hé, hey, dat is goed toch, Kwik? Dan gaan we wel een fotootje doen, toch? Dat ik pas kan vloggen. Ik had heel de dag tentamens op school. Ik ben net thuis en ik heb dus net even heel snel al mijn social media, mijn nieuwsbrief, alles dat ik moest doen voor ja, de kersttrui te lanceren. Op dit moment ben ik aan het kijken hoe iedereen ermee bezig is en ik zie dat er op dit moment 50 mensen op de trui aan het bekijken zijn en dat vind ik echt super veel, want hij staat er net 4 minuten op. Hij is al 5 keer besteld in 4 minuten tijd en op dit moment zitten 10 mensen in het winkelmandje, dus dat betekent dat er grote kans is dat die nu gaan afrekenen. Dus dat is gewoon, ja, het is gewoon insane. Het is... Oh, we hebben de 100! We hebben de 100 mensen op de site! Ah! In nog maar 5 minuten. Oh, ik vind dit zo geweldig om te zien. Ik kan precies, ja, je kan natuurlijk niet zien wie. Dat kan ik pas zien als er besteld is, welke fan ik bijvoorbeeld ken die dan iets bestelt. Maar ik kan wel gewoon zien of er mensen nu aan het kijken zijn. En dit is zo vet om live te zien. Maar echt een hele ja, jonge ondernemer, zeg maar. Ik heb echt nog maar een jaar mijn webshop. En ik heb dan nu ja, best wel flink kersttruien moeten investeren. En dat is toch altijd een beetje spannend. Maar het gaat, want ja, hoeveel er nu al besteld, zou ik echt niet kunnen durven dromen. Ik ga eventjes verder, eventjes nog meer dingen op Insta zetten. Maar dan ja, spreek ik jullie straks weer hoe het,
hoe het straks het inpakken eraan toe gaat. Guys, het is inmiddels avond. Ik ben weer terug in de webshop en ik ben alle bestellingen weer aan het inpakken. Ik dacht vanmiddag alles al ingepakt te hadden. Maar toen ging ik vanavond weer terug en weer superveel bestellingen. Dus ik ga nu alle kersttruien weer inpakken. En dan zie ik jullie straks als ik klaar ben met werken weer. En kijk eens hoeveel truien er al zijn besteld. Echt zo super gaaf. Ik ben nu al een kersttrui aan het inpakken met een superleuke handtekening erbij. Dus ik vind het echt het leukste werk wat er is. Maar ik vind het zo cool dat straks iedereen ingelampt rondloopt. Oh, dit is toch gewoon zo vet. En ik heb het al een keertje gezegd, maar de stok is echt beperkt. We hebben echt een max aantal ingeslagen. Dus op is op. Het is limited edition. Deze kersttrui zal niet meer terugkomen. Dus wil jij een uniek exemplaar van deze kersttrui hebben, dan zet hem. Zorg dan dat je hem heel snel op je Sinterklaas verlanglijstje zet. Want dit is echt wel het ultieme Sinterklaas kerstcadeau. Een hele goede morgen. Ik had vanochtend school en ik nu op ons land. En daar lopen de jonge paarden van opa. En die gaan we nu van de ene wei naar de andere wei doen. Richting de winter. Dus we gaan eventjes de paarden laten oversteken. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Rustig maar, paardjes, jullie mogen zo weer eruit. We maken een lekker strobedje hier, dat het echt een makkelijke overgang is om erop te jagen en dat het niet voor de paarden heel eng is. Zo. Maar het zie je paarden op. En niet de eventing. Dat is wel gek, hè? Zijn die gewoon stoerder? Hier is jullie thuis voor de komende winter, jongens. Maak alvast maar vrienden met de rest van de paarden. Goed zo, super. Tweejarigen en hier zo zijn driejarigen. En deze paarden zullen hier de winter doorbrengen. Ze gaan ook overdag buiten. Maar dit is dus zodat ze niet meer in de kou hoeven te slapen. En omdat daar natuurlijk geen eten meer is, worden ze dan in de winter altijd hier ondergebracht. Guys, dit was de vlog voor. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was echt een doordeweekse vlog. Ik heb een beetje gefilmd wat de leukste dingen was die ik deze week heb gedaan. Ik hoop dat je het super tof vond om te zien. En ik neem jullie heel graag bij de volgende video weer mee in mijn leven. Super bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel bij een nieuwe video. Doei doei!